Goedenavond, mijn naam is Wouter Vos. Ik ben archeoloog, gespecialiseerd in de Romeinse tijd. In de reeks Waarom waren de Romeinen in Velzen? Gaan we vandaag spreken over Valkenburg. En dan wel het grote legioenskamp, wat in 2020, 2021 is opgegraven. En ik ga speciaal in op de relatie tussen Valkenburg en Velzen, om te achterhalen hoe zat dat in de vroeg-Romeinse tijd in ons gebied. De titel van mijn verhaal is de duiding van het Romeinse legioenskamp van Valkenburg Zuid-Holland. Dat heeft u vast in de kranten destijds meegekregen. En de ondertitel, wat kunnen wij aan de hand van Valkenburg eigenlijk leren over Velzen? Dit plaatje kent u ongetwijfeld. De grenzen van het Romeinse Rijk uit de dikke tweede eeuw, met Valkenburg echt in de periferie van de Romeinse wereld. Het is een dikke 2000 kilometer naar Rome. En ik weet zeker dat die Romeinen vanuit Rome dit als een soort achterlijk gebied zagen. Inclusief Velzen hoor. Dus niet alleen Valkenburg. Maar die zone is gewoon heel ver weg van die echte Romeinse elitewereld. Als we wat verder inzoomen, dan kent u dit plaatje misschien ook wel. Dan ziet u al die kleine blokjes. Dat zijn de forten die wij kennen uit de Romeinse wereld in ons deel. Het is sinds kort werelderfgoed, hè? UNESCO werelderfgoed, onze grens samen met de Duitsers. En daar ligt Valkenburg. Ander plaatje, maar ongeveer hetzelfde, waarbij je de verschillende stammen ziet aangegeven die wij denken te kennen. Plus een pijltje bij, ook weer die naam van Valkenburg, alleen daar heet hij Praetorium Agrippina. Misschien een bekende naam, ik hoop het. Dat komt natuurlijk hier vandaan. De Peutingerkaart, de Tabula Peutingeriana, dat is een kaart uit de middeleeuwen. En dat is een kopie van een laat-Romeinse wegenkaart. Dat is een heel lang ding, van 7 meter lang en ik geloof 60 centimeter hoog. En er staan allemaal namen op. Daar kun je enorm lang over discussiëren, dat gaan we niet doen. Er zijn mensen die zeggen dat deze kaart helemaal niet op Nederland betrekking heeft, maar bijvoorbeeld op Noord-Frankrijk. Wij denken dat Praetorium Agrippina, u kunt het misschien net niet lezen, maar bij dat gekke symbooltje, daar staat Praetorium Agrippina, dat Valkenburg is geweest in de Romeinse tijd. En daarvoor ligt nog Lugdunum en daar komt Matilo, dat is Leiden, Albaniana, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het symbooltje is apart, daar kom ik later nog wel op terug. En we weten van geen enkel fort in Nederland de exacte naam. Behalve misschien uit Valkenburg, want deze scherf die u ziet staan, die is opgegraven in de Tweede Wereldoorlog door professor Van Giffen. En met enige fantasie kun je hier Praetorium Agrippina van maken. Ziet u staan? Het staat Agrippina. Dus ik zeg niet dat het zo is, maar het zou wel kunnen. Nog wat verder inzoomen op de regio. Is dit de landschappelijke situatie zoals die bij ons bekend is. In het bruin, het veen, in het geel de strandwallen en u ziet daar Praetorium Agrippina in het groen allerlei riviertjes en kreken en geulen die in het achterland van Valkenburg liggen en dat is feitelijk een delta. We zitten aan de monding van de Rijn en daar kom ik straks ook nog wel op terug. Al die prielen en geulen en kreken die zijn van belang voor de Romeinse geschiedenis van Valkenburg. En zoom ik nog verder in, dan kom ik op deze toponiemen. Plekken waar we ooit gegraven hebben. Castellum, Veldzicht, Marktveld, De Woerd, Weertkampen. Allemaal termen die zo nu en dan in mijn verhaal langskomen. Maar meestal ziet u rechtsbovenin een plaatje, als ik het over iets heb, met een cirkeltje. Dan weet u waar ik ongeveer ben. En daar ligt het vliegveld. Daar is in 2020, 2021 dat grote kamp opgegraven. Dit plaatje geeft weer hoe wij denken dat de Romeinse wereld in die tijd in elkaar zit. Dus je ziet bovenin een castellum, een Romeins fort. Dan gaat er een zwarte lijn naar beneden, dat zijn de Romeinse wegen. En daarlangs liggen allerlei vindplaatsen die wij deels hebben opgegraven. Daar liggen, daar ga ik even langs. Het castellum in de jaren Tweede Wereldoorlog en iets daarna opgegraven. Het meest bekende en beroemde fort, niet alleen in Nederland, maar in heel Noordwest-Europa, omdat het fantastisch geconserveerd is. Er staat, de houtbouw stond toen ze het opgroeven nog tot meer dan een meter overeind. En er liggen 6 verschillende fasen bovenop elkaar. Niet alleen houtbouw, maar ook steenbouw. Nou, dat is echt uniek in de Romeinse wereld. Een beetje vergelijkbaar met Vindolanda. Ik weet niet of u dat kent, of u dat iets zegt. Hedionswol. Dat is Hedionswol, precies. Dat is ook zo'n hele beroemde. Maar Valkenburg hoort zeker in dat rijtje thuis. Veldzicht, een terrein wat ik zelf heb opgegraven in de jaren 90, is voornamelijk de Romeinse weg.
Dat geldt ook voor het terrein Weertkampen, waar ook diezelfde Romeinse weg weer is opgegraven. Dan heb je het Marktveld, ook de Romeinse weg, maar ook nog een heel groot grafveld. Het allergrootste grafveld dat we kennen langs de Romeinse limes, wat we op dit moment aan het uitwerken zijn op Saxion. Dus dat doe ik met mijn studenten. Maar dat is in de jaren 80 al opgegraven. En daar zitten ook nog wat andere gebouwtjes. En dan heb je de Woerd daaronderin. En dat is eigenlijk een soort wegdorp. Daar heb je huisjes die dwars op de weg lagen. Met aan de voorkant een winkeltje. En aan de achterkant een woonhuis. Dat noemen wij een zogenaamde vicus. En toen gingen we in 2010, 2011 gingen we het vliegveld op. Waarom? Omdat daar gebouwd wordt. Dat is meestal een aanleiding voor Nederlandse archeologen om ergens iets te gaan doen. We gaan niet zomaar iets doen, maar er wordt ergens gebouwd. En voordat er gebouwd wordt, gaan wij het veld in om daar te kijken of er iets van waarde zit. En op het vliegveld hebben ze honderden proefsleuven getrokken. Dus een klein stukje grond open van 1,5 meter breed en ik geloof 30 meter lang. En op dat terrein kwam van alles tevoorschijn. Prehistorie, een klein beetje middeleeuws, maar ook Romeins materiaal. Nou, dat ziet u hier afgebeeld. In blauw de plekken waar Romeinse grachten hebben gezeten, Romeinse brede greppels. En dan ziet u daar aan de rechterkant onderin een doorsnede van. En dat is een V-vormige gracht, een spitsgracht. En als je dat vindt, dan moeten gelijk de alarmbellen aan, want dan zit je in de Romeinse militaire wereld. Dat vind je niet op het platteland, dit soort dingen. Die vind je wel rond Romeinse forten. En bij het groene sterretje werd bovendien een plek gevonden, en dat ziet u daar rechtsbovenin, waar hout in de bodem zat. En dat is een zogenaamde poer of stiep, een funderingsbalk zou je kunnen zeggen, waarop ooit een paal heeft gestaan, maar die was weg. Maar de funderingsbalk hadden we nog, want je zit in een drassige bodem, dus het zakt allemaal heel erg weg. Vandaar dat de Romeinen daar een funderingsbalk onder hebben gelegd, zo'n stiep of poer. En daar ziet u een plaatje in het midden van hoe dat eruit ziet. Dus in het rood de positie van de gracht. En er waren meer paalkuilen, meer plekken waar dat hout mee geconstrueerd kon worden. En de gedachte was dat het een wachtpost was. De datering was super interessant. Want daar werd door middel van jaringenonderzoek werd er gekeken en er werd geanalyseerd. En er kwam 39 na Christus uit, plus of min 6. Dus dat wil zeggen dat het laatst gegroeide hout niet aanwezig was op het houtje wat is gevonden. Dus je weet niet zeker wanneer de boom gekapt is. Daar moet je dus wat bij optellen. Het kan dus of uit 33 dateren, dit ding, of nog uit 45. Die 39 is interessant omdat wij op dat moment gingen bij ons weer de alarmbellen aan. Want dan zit je in de tijd van keizer Caligula en die regeert tussen 37 en 41. En dan gaat er in een split second dit verhaal door ons hoofd. Ik weet niet of u dat kent. Het staat in de antieke bronnen. Ja. En heel kort gezegd, wordt er op een gegeven moment geschreven, ik kom daar later nog wel op terug, dat ergens langs de oceaan Caligula zijn troepen verzamelt en op een gegeven moment even de zee opgaat en weer terugkomt. En dan zijn troepen opdracht geeft om schelpen te verzamelen. De schrijvers zeggen dat hij op weg was naar Brittannië. Nou, op een of andere manier lukte dat niet, daar kom ik straks nog wel op. Maar hij gaat even daar zijn troepen het schelpenverzamelproces in duwen. Daar hebben verschillende auteurs over geschreven. Dus dat is niet een verhaal wat ik heb verzonnen en er zijn er nog veel meer. Maar interessant is om dit te koppelen aan de archeologie. Namelijk in die verschillende blokjes die u daar ziet staan, die verschillende forten die daar liggen. Daar vinden we in elk van die forten vinden we munten van Caligula. En niet alleen een munt die circuleerde tijdens zijn regeringsperiode, maar ook een munt die waarschijnlijk na zijn regeringsperiode circuleerde. Want hij kreeg vermoedelijk een soort schrappen uit de geschiedenis, een damnatio memoriae. Toen hij vermoord werd in 41, toen hebben de keizers nadien en de senaten besloten van, daar willen we niks meer mee te maken hebben. En de kop van de keizer op de munt van de nieuwe keizer was Claudius. De kop van de keizer van Caligula werd, zou je kunnen zeggen, niet meer geaccepteerd in die Romeinse wereld. Het is niet helemaal waar wat ik zeg, maar ik chargeer. Het probleem is alleen dat de Romeinen, zeker in ons gebied, veel te weinig bronsgeld hadden. Dus het bronsgeld van Caligula blijft circuleren in de tijd van keizer Claudius. En wat je dan ziet op die munt is dat ze hem nastempelen. En dat is dat blokje wat u op die rechtermunt ziet, een zogenaamde klop.
waar ze een stempel op zetten die dateert uit de tijd van Claudius. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uit die forten komt zowel materiaal van Caligula terwijl hij regeert, dus een ongeklopte munt, als een geklopte munt. En dat zegt dus iets over de aanwezigheid van Romeinse troepen in de tijd van Caligula. Daar komt dit nog bij. Twee duigen van een waterput uit twee verschillende plekken, namelijk van Valkenburg en Vechten. En daar staan altijd, of niet altijd, maar er staan redelijk vaak stempels op, letters. Vaak kunnen we daar niet zo heel veel mee, maar met deze kunnen we wel wat. Want hier staat officiële titulatuur van Gaius Caesar Augustus Germanicus, oftewel Caligula. Want Caligula is een bijnaam, hè? Dat weet u misschien, dat betekent iets van soldatenlaarsje. Maar dat is een ander verhaal, daar ga ik nu niet op in. Maar deze dingen, die vind je, die twee duigen, die vonden we op twee verschillende plekken langs die Romeinse grens. Namelijk in Valkenburg en in Vechten. Dat wil niet zeggen dat Caligula hier is geweest en hier die wijn heeft opgedronken. Maar wat het wel wil zeggen is waarschijnlijk dat hij aan zijn troepen wijn heeft uitgedeeld. En dat die tonnen waarin die wijn zat op een gegeven moment een tweede leven hebben gekregen in zo'n Romeins legerkamp. Anders gezegd, in de tijd van Caligula gebeurt er iets in onze regio, dat wisten we al. Maar door deze vondst van die ene paal van 39 plus of min 6, ging dit in een ongeveer kwart seconde door ons hoofd. Van, wow, wacht even, dan is het Caligula. En dat betekent, als je dat gaat toepassen op het kampement, dat het maar zo kan zijn dat er een groot aantal troepen die hij zegt te verzamelen, volgens de antieke bronnen, 200 tot 200.000 man, 200.000, 250.000 man, dat die misschien wel op het vliegveld hebben gezeten. Ja, op de locatie van het vliegveld. En daar ziet u de reconstructie die we toen hebben gemaakt. We hebben er een blokje omheen getrokken, zo van, nou ja, zou het zoiets kunnen zijn? En misschien zijn het wel meerdere kampen naast elkaar. Dat zou ook nog kunnen. Dus wat we hebben gedaan, is een opgravingsplan gemaakt om die twee blauwe greppels, die twee blauwe grachten, om die aan elkaar te verbinden. En wat je dan moet hebben, is nog een aantal oost-west grachten. Vandaar dat het puttenplan zo is aangelegd, dat we daar bovenin, waar je die streepjes zo ziet, dat zijn allemaal opgravingsputten, dat we als we zo een put aanleggen, zo dwars, dan pak je natuurlijk een gracht die oost-west loopt, die pak je dan op. Dus dat is de reden waarom we dit puttenplan zo hebben ingeschoten. Nou, dat waren alle ideeën voordat we in het veld aan de slag gingen. En toen waren we bij deze put en toen vonden we dit. En dit is een doorsnee van een gigantische gracht van 4 meter breed en 2 meter diep. Plus aan de rechterkant de fundering van een Romeinse verdedigingswal. Allemaal balkjes met in het midden twee palen aan deze kant. Ik weet niet of hij het doet eigenlijk. Hij doet hier op dit scherm. Twee palen aan deze kant en twee kuilen aan die kant. Van ongeveer 3 bij 3 meter. En daar zit je dus naar een toren te kijken. Die wal die bestaat uit een balkenfundering. Een soort gamma-hout, wat zo allemaal naast elkaar ligt. Met daarbovenop zoden of plaggen die om en om zijn gelegd. En zo hebben ze die wal opgetrokken. Dat zie je ook aan de rechterkant, hè, op dat plaatje. Het zijn echt broodjes van zoden die op elkaar zijn gestapeld. Daar zijn we op dit moment ook onderzoek aan het doen bij de Universiteit van Edinburgh in Schotland. En hier ziet u de reconstructie ervan. Vergelijkbaar met wat Van Giffen in 1948 had, dat plaatje helemaal bovenin. Daar had hij ook een soort zodenwal in het Castellum. En nog een plaatje van een beroemd iemand, Johnson, 1983, die daar ook over gepubliceerd heeft, over dit soort zaken. Als je nog wat verder, hier zie je nog een keer het plaatje, even nog een keer die balkjes onder fundament en nog een keer een overzicht van hoe die wal eruit zag, met de toren in het midden. En dat lijkt ook als twee druppels water, niet 100%, maar wel behoorlijk wat, op dat wat we in het Castellum van Valkenburg destijds hebben aangetroffen. Of we, ik was er niet bij, maar dat was Van Giffen in de Tweede Wereldoorlog. Maar dit soort plaatjes ken ik natuurlijk wel. En zelfs de toren die Van Giffen had in zijn opgraving, die staat eigenlijk bij ons op precies dezelfde plek. Je ziet dat er twee palen in de wal staan en twee palen net achter de wal, dus aan de binnenkant van het fort. Toen gingen we terugkijken naar de opgravingstekening, of waar we mee bezig waren. Dit was tijdens het onderzoek van, ja, maar hoe kan dat nou dat we daar een toren hebben
hoe zit dat dan met de rest? Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat ik u nu ga vertellen, dat is ongeveer in een kwartier tijd hebben we dit aan elkaar geknutseld. Van, dan krijg je van die aha-erlevenissen. Van, ja, maar als dit, ja, maar hoe zit dat dan? En dan dit en dan dat. En in één keer buitelden we over elkaar heen en kwam de hypothese naar voren van, we hebben hier gewoon te maken met een legioenskamp. Namelijk, we hadden al twee palen gevonden, alleen heel slecht herkend in het profiel, die zie je daar bovenaan. Die lagen 80 meter verderop. Als je daar vervolgens die zogenaamde wachtpost bij betrekt van het proefsleuvelonderzoek, dan heb je het over een afstand van 170 meter. En als u weet dat een standaard castellum, een standaard fort, ongeveer 100, 120 bij 80 is, dan zit je hier dus al naar enorme dimensies te kijken. En toen kwam dus de gedachte op van, is dit eigenlijk wel een toren of is het misschien een poort? Dat was de hypothese. Als dat zo is, dan zou je dit plaatje krijgen met twee torens aan de rechterkant, de poort met een vraagteken en vervolgens een gebied van 200 meter meer naar het oosten, namelijk naar die andere tweede blauwe gracht die al bij het proefsleuvelonderzoek is aangetroffen. Dus dan zou je in één keer een kamp hebben van 350 bij 200 meter. Nou, dat is al spectaculair. De vraag is dus, waar is de tegenhanger? Hoe zit het met die dwarsgrachten? Of zit het toch allemaal nog net iets anders? Nou, daarvoor moet ik naar dit terrein, het terrein het Marktveld, wat in de jaren 80 is opgegraven. En als ik daar op inzoom, dan ziet dat er zo uit. Een deel van de sporen, de opgravingssporen, ziet u daar aangegeven in rood. Dat is altijd uitgemaakt als een weg, als liggend hout van een soort knuppelpad, zou je kunnen zeggen. En daarbovenop komt dan nog een weg en later wordt die weg nog verder omgelegd. Nou, bla 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 bla. Als je hiernaar gaat kijken op de opgravingstekening, dan zie je bij dat zogenaamde knuppelpad, zie je allemaal liggend hout. En u voelt het misschien al aankomen, dit is geen knuppelpad, dit is de oostelijke wal van het legioenskamp. En dan krijg je in één keer een fort van 400 bij 400 meter. Dus de oude opgravingen van de jaren 80 doen mee in de opgravingen van 2020, 2021. Nou, dit gebeurde ongeveer in een kwartier tijd. Dat we, en wat de rest volgt ook. Dus wij durfden op een gegeven moment echt wel te zeggen van, we hebben hier waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk te maken met een legioenskamp. Het gaat verder, want binnen die opgave van het Marktveld, daar ziet u rechts waar ik ongeveer zit, hè, daar vinden ook dit gebouw, of deze twee gebouwen, dat zijn zogenaamde horrea, zogenaamde graanopslagschuren. En die, daarvan is altijd gezegd van ja, maar dat is raar, want die zijn hartstikke groot. Daar kan wel voor 1000 man voedsel in. Wat doen die dingen daar? Want die liggen 250 meter van het castellum af. Ja wel, nog steeds. Maar ze liggen wel in het legioenskamp. Dus ze liggen precies goed. Als je het vergelijkt met andere legioenskampen, dan liggen die horrea liggen dus op exact dezelfde plek. Dus dat is ook leuk. En het gaat nog verder, want als je goed gaat kijken onder de sporen van het grafveld, dan zie je overal, daar heb ik die rode lijntjes aangegeven, zie je elementen, zie je grondsporen die allemaal in die assen liggen van waarvan wij dachten dat het legioenskamp lag. En dat zijn dus de restanten van barakken, van soldaten, onderkomens. Dus dit was de situatie, onze opgraving in het rood, in het geel de reconstructie van zo'n gigantisch kamp van 400 bij 400 meter. Daarbovenin zie je de vergelijking met het castellum, wat door vergif is opgegraven. Nou ja, en je ziet rechts het plaatje. In één keer komt er een heel groot blok bij, hè. Dus we hadden al heel veel uit Romeins-Valkenburg. Maar in één keer komt dit ding er ook nog een keertje bij. Maar, oh, hier nog een keer. Dan zie je het nog een keer. En dan zie je ook nog ook weer hoe de opgave van 85-88, dus de opgave van het Marktveld, erin past. En in groen, dat hebben we opgegraven. In oranje kunnen we niet bij, want er liggen allemaal kabels en leidingen. Maar daar gaan we misschien toch nog stiekem iets doen, daar kom ik zo nog wel op. Maar het waren wel allemaal nog hypotheses. Ik had al heel veel informatie al in handen. Dit verhaal durfde ik ook echt al wel te vertellen. Maar goed, je moet het wel checken, want anders blijft het een hypothese. Dus is de poort echt een poort, zijn er meer torens, hebben we de hoeken te pakken en hoe zit het met de binnenbebouwing? Nou, die poort, daar ziet u het plaatje van die zogenaamde wachtpost, hè, uit het vooronderzoek. Die bleek echt wel een waanzinnige poort. Zelfs groter dan we dachten. Hij is 24, 25 meter in aanzicht. Aan de voorkant ziet u de gracht lopen en de rode lijn, dat is de
de plek waar die poort lag. En hij is 6 meter breed. En hier ziet u hem nog een keertje met alle palen in rood aangegeven. De kruisjes linksbovenin, dat zijn de plekken waar de proefsleuf was aangelegd. Dus die palen waren voor een deel al verdwenen. Een dubbele onderdoorgang. En misschien wel vergelijkbaar met dat wat je aan de onderkant ziet. Een reconstructie van het poortgebouw uit Halteren am See. Dat is een heel mooi museum. Als je daar nog nooit geweest bent, ga daar naartoe. Die Augustese Halteren am See is wel ietsje groter nog. Maar goed, het is qua schaal is het wel ongeveer vergelijkbaar. Dus zoiets moet je je voorstellen. Dus die poort was echt 100% zeker een poort. Hier wat plaatjes van hoe die er dan uitziet in het veld. Dus we hebben zowel de palen als de balkjes die eronder liggen, de stiepen. En op sommige plekken waren die palen wel weg, maar daar kom ik straks nog wel op. En van bovenaf, hè, lang leven de drone, kun je dit soort dingen ook zien. En het mooie is als je op dit terrein staat, het vliegveld was natuurlijk fantastisch omdat het helemaal vrij ligt. Dat heb je eigenlijk bijna nergens in Nederland. Maar het vliegveld is natuurlijk een gebied wat sinds 1939 niet bebouwd is geweest. En dus je had eigenlijk alle ruimte. En daar achterin ziet u, als u goed kijkt, een vrachtauto. Er staat een geel blokje, dat is een containertje. Nou, daar ligt de weg, de N206. En dat is dus de andere kant van het legioenskamp. Dus je kijkt helemaal naar de binnenkant van het legioenskamp. En dit is de achterpoort. Daar kom ik zo nog op. Torens, ja, veel meer. Daar zie je in het profiel, in die wand, zie je de spitsgracht, als je goed kijkt. En hier zie je 2 palen van de torens die bewaard, van een toren die bewaard was gebleven. Oh ja, oké, okay, sorry. Ja, ja als dat, dat ga ik proberen. En we hebben nog veel meer torens, ziet u? Overal rechtsbovenin het plaatje, al die pijltjes staan, daar zijn allemaal torens opgegraven. En hier ziet u een palet van hoe die torens eruit zagen in het veld. Soms als je links onderin de pomp niet aandeed, dan liep het gelijk helemaal vol. Want het was een kletsnatte opgraving. Het was ook eigenlijk het verkeerde seizoen dat we aan het graven waren. Maar goed, als je de pomp dan weer aanzette, dan kwam je weer tot dat plaatje linksbovenin. Dus nou, u ziet torens genoeg, dus die hypothese werd ook bevestigd. En zelfs als je teruggaat naar de oude opgravingen van het marktveld, vind je op die oostelijke wal ook nog de restanten van 2 torens terug. Dus toen niet herkend, omdat ze toen natuurlijk met een heel andere blik naar die opgraving keken. Ze keken naar de Romeinse weg. Ze waren niet bezig met de torens van een legioenskamp. Maar nu wij dit weten en we gaan weer terug interpreteren, oud onderzoek opnieuw bekijken, dan kom je dus ook op het marktveld kom je 2 torens tegen. En er moeten er meer hebben gezeten, maar daar heeft de Rijn huis gehouden. Dus daar zijn we ook wel weer heel veel dingen kwijt. En dan heb je de binnenbebouwing. Nou, dan moet ik u een heel klein lesje geven van hoe zo'n legioenskamp grosso modo in elkaar zit. Je hebt 4 poorten. De Porta Pretoria, dat is de aanvalspoort aan de rechterkant. En er gaan 2 wegen haaks op elkaar doorheen. Die namen die hoeft u niet te kennen. In het midden ligt het zogenaamde stafgebouw, het hoofdkwartier, de Principia. Daarachter ligt het praetorium, dus dat is de commandantswoning. Daaromheen allemaal barakken, daar zitten dus de legionairs. Daar loopt nog een straat aan de binnenkant van het fort. En dan heb je nog een heleboel andere gebouwen, een hospitaal, opslagstructuren, de woningen van tribunen, dus dat zijn zeg maar de hogere officieren in het kamp. Nou, enzovoort, enzovoort. En de Horrea ziet u daar ook rechtsbovenin liggen. Wat is dat? Dat zijn die graanopslagschuren. Oh. Ja. Dit is het stuk wat wij hebben opgegraven. Dus die rode lijn en dan aan de binnenkant, dat hebben wij op het vliegveld gedaan. Met dus de achterpoort, de zogenaamde Porta Decumana. En het marktveldonderzoek ligt dus meer aan de rechterkant van deze slide. En als je dit vergelijkt met andere legioenskampen, en ik kan er heel veel uit de kast trekken, maar ik heb er nu even 2 gepakt waar ook veel binnenbebouwing van bekend is. Het is een klein beetje appels en peren vergelijken, want dit is een steenbouwfase die veel later is dan Valkenburg. Maar goed, voor het beeld is het hetzelfde. Dan zie je ook weer in blauw bij nummertje 1 de Principia en daarachter het praetorium en diezelfde wegen in geel aangegeven en die 4 verschillende poorten. En ook bij in Statel in Schotland zie je iets dergelijks.
Het enige verschil is dat daar de praetorium nog niet af was. Daar zijn ze maar een jaar of 8 of zo geweest. Dat is de Antonine Wall, is dat. Dus niet Hadrian's Wall, maar eentje hoger. Daar in de buurt en daar zijn ze vrij snel weer vertrokken. Dus sommige delen van het legioenskamp waren nog niet af. Nou, als je deze plaatjes op het netvlies hebt, dan kun je vervolgens die van Valkenburg ook gewoon tekenen. En wij zitten dus bij die PD, de Porta Decumana, met dat groen ingekleurde poortje. Rechts op de slide is dus het marktveld en daar lopen de wegen. Alleen die stippenlijn boven het woord Principia, die twee stippenlijnen, ik weet die nog niet precies te zetten. Hij kan een beetje naar links liggen en een beetje naar rechts liggen. Dat is moeilijk te bepalen. Eigenlijk zou je één van die poorten moeten opgraven. Of een stukje van de weg aan de binnenkant moeten opgraven. Maar dat is het gebied waar al die kabels en leidingen liggen. Dus daar kunnen we nu niet bij. Heel misschien gaat het toch gebeuren. Maar dat gaat u dan wel lezen in de krant. Dus al met al een fort van dikke 19 hectare. Als je dan verder gaat naar de binnenbebouwing, dan ga ik eerst even naar het marktveld, dus naar het rechterdeel. Dan zie je daar in groen omcirkeld het restant van een barak. Dat is een barak bestaat uit allerlei verschillende hokjes achter elkaar geplaatst. Een groot hokje en een klein hokje, om het maar zo te zeggen. Het grote hokje, daar leven 6 tot 8 mannen in. En het kleine hokje aan de voorkant, dat is hun wapenkamer, de zogenaamde arma. En die meen ik echt wel te herkennen in dat cirkeltje in het groen. Daar zie je een klein stukje van zo'n arma en een klein stukje van een papilio. Zo heet die andere ruimte, dus waar ze in leven. Nou, als je dit weet, dan kun je dus eigenlijk die barakken al een beetje uittekenen. Voor het vliegveld zelf is dat veel lastiger. Want u ziet hier op dit plaatje dat er ontzettend veel greppels en geulen en drains, vooral van de aanleg van het vliegveld, daar hebben gelegen. Dus die hebben eigenlijk wel wat verstoord, zou je kunnen zeggen. Die hebben de oude resten uit die vroege Romeinse tijd hebben ze opgeruimd. Zeker bij de aanleg van het vliegveld. En bovendien was het ook heel lastig om het echt op te graven, omdat het klets en klets nat was. Maar als ik toch alles eraf haal, dan krijg je dit soort plaatjes. Dus je ziet een paar greppels mooi lopen in het verlengde van de assen van dat legioenskamp. En je ziet allemaal paaltjes, zie je? En daar kun je zelfs vierkante gebouwtjes van maken. Dus dat er aan de binnenkant iets zit, geen tenten, maar echt bebouwing, dat is echt 100% duidelijk. Maar om daar echt chocola van te maken, dat is wel een hele klus. Dus wat heb ik gedaan? Ik ga naar die standaard inrichting van die legioenskampen en dan pak ik de maat van een barak. Die is bijvoorbeeld 200 Romeinse voet, dat is ongeveer 60 meter. Ik ga 12 van die hokjes achter elkaar plakken, 12 van die contubernia, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En zo maak ik een model en dat leg ik vervolgens in een computer over de sporen van het legioenskamp heen. En dan ga ik kijken of het klopt. En u ziet al, dat is moeilijk te zien van achterin, maar in die blauwe blokjes, dat zijn dus de restanten van barakken, daar komen soms wel paaltjes overheen, maar ook heel vaak niet. En ook heel vaak hebben we die palen niet overal. Dus het is best wel lastig om daar iets van te maken. Er zijn nog verschillende types en modellen van waar die barakken precies liggen. Daar ga ik u niet mee vermoeien, maar dat zit er aan de rechterkant. Maar op deze manier kun je wel het kamp proberen in te delen, omdat dat eigenlijk betrekkelijk standaard was, en zo te zoeken naar de functie van de verschillende gebouwen die in het fort moeten hebben bestaan. Dat kun je niet alleen doen voor de barakken, maar ook voor de sporen die je binnen die barakken hebt. Dus daar liggen andere gebouwen, bijvoorbeeld die zogenaamde tribuunwoningen, waar dit een standaard plattegrond van is. Maar ook een valetudinarium, dat is een ziekenhuisje. En opslag en werkplaatsen enzovoort. Dus dit is nog de klus die we op dit moment aan het doen zijn, om te kijken of we de palenrijtjes, de vierkantjes die je overal ziet, of we daar ook nog echt de restanten van gebouwtjes van kunnen maken. Want dat zou natuurlijk enorm helpen om die binnenbebouwing echt goed op de kaart te zetten. Maar dat is niet zo makkelijk, want anders had ik dat al gepresenteerd. Dus. Dat geldt ook voor het praetorium. Daar ziet u, links ziet u voorbeelden van praetoria uit onze wereld. En op de plek waar wij hem vermoeden, op dat rechterplaatje ziet u onderin groen, dat is de poort. En dan zie je dus die barakken in het blauw en dan zie je een groot vraagteken. Ja, misschien is het wel hetzelfde als bij Instadil, dat het praetorium nog niet af was. Want op de plek waar die zou moeten liggen,
is het betrekkelijk leeg. Dus ook dat is een klus die we nog aan het klaren zijn. Dat voor wat betreft de sporen en hoe het eruit ziet aan de binnenkant. En dan wilt u dit natuurlijk weten, wie, wat, waar, wanneer, waarom, enzovoorts. De vijf W's noem ik het altijd. Ik ga er doorheen, wie hebben het fort gebouwd, welke eenheid eigenlijk. Wat is het nou precies? Een legioenskamp, een winterkamp, enzovoorts. Wat is de relatie met de rest van de sporen in Valkenburg? Waar en waarom daar? Mooie aardrijkskundige vraag. Wanneer is het gebouwd en wanneer is het gebruikt en tot hoe lang? En waarom is het daar gebouwd? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Nou, ik ga niet al die vragen stuk voor stuk langslopen, maar ik ga een verhaal vertellen, een scenario aan u schetsen, op basis waarvan u zelf kunt beoordelen van, heeft hij het nou goed of heeft hij het niet goed? Maar het is een scenario, dus ik weet het ook niet. En dat is een valkuil, waar je natuurlijk voor uit moet kijken, maar ik ga het toch met u doen. Dit plaatje heb ik u net ook laten zien, dit is de Limes-grens, maar het is natuurlijk eigenlijk een heel verkeerd plaatje om mee te beginnen. Want op dit plaatje staan een heleboel periodes door elkaar heen. En je moet dus eigenlijk terug naar deze platen. De periode dat het offensief van de Romeinen nog bezig was en die hele Limes niet bestond. Ze hadden wel ergens het plan om richting de Elbe te gaan, die ziet u daar net nog bovenin. Dus het Rijk uit te breiden tot aan de Elbe, omdat die Germanen toen al lastig waren. Kijk die serie van Barbarians, ook al is die niet supergoed, maar hij is wel heel leuk. Want dat heeft hier allemaal mee te maken, dat is allemaal die politiek. Ze waren best al ver, want langs de Liepe, aan de rechterkant, daar hadden ze al een fix aantal legioenskampen ingericht. Om van daaruit die Germaanse wereld te veroveren. En ze waren zelfs al bezig om een stad in te richten, Wald Girmesh is dat. Zo heette die toen natuurlijk niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. En die stad die stond eigenlijk al een soort van op de rails. En toen kwam dit, de Varusslag. Dat kent u, dat is die serie van Barbarians. Hij is echt leuk, het draait op Netflix. Als je dat in gedachten houdt, daar hebben die Romeinen 3 legioenen en nog een hoop hulptroepen verloren. En dat vonden ze een gedoe natuurlijk. Dus dan lezen wij in de historische bronnen bar weinig van na die periode. Wat gebeurt er na 9 na Christus eigenlijk in onze wereld? Een van de weinige dingen die we weten is dat Germanicus tussen 14 en 16 een offensief start om toch nog iets tegen die Germanen te doen. En een van de dingen die hij gaat doen is 2 van die verloren legioenstandaards van die 3 legioenen, die gaat hij terughalen en die pakt hij ook terug. En dat is natuurlijk prettig. En het volgende wat we feitelijk lezen in de bronnen, of wat we weten in de bronnen, is die Limes van zeg maar 47. Maar wat gebeurt er eigenlijk tussen 16 en 47? En dan hoor ik u denken in deze contraille, ja maar die Friese opstand dan, hoe zat dat dan? Nou oké, dan maak ik er 28 tot 47 van. Maar wat gebeurt er dan? Daar weten wij niet heel veel van. Maar we kunnen aan de hand van archeologische en historische bronnen toch proberen ons een beeld te vormen. En wat gebeurt er dus in 39-40, even naar de datum van die dendro van het proefsleuvelonderzoek, 39, Caligula, wat gebeurt er dan bij ons? Specifiek in het Romeinse Rijk, maar specifiek nog in onze regio. Nou, daar hebben wij 2 mogelijkheden. We kunnen naar de archeologie, en dit is data die van het legioenskamp komt. Een schaaltje van Terra Sigillata, wat precies in die periode valt. Prachtig. Maar u ziet, het heeft best nog een brede datering. Maar we hebben wel een dendro, dus een jaringen datering, van een stuk van het legioenskamp, waar ik niet heel verder op inga, maar van dit ding, wat heel hard is, want daar zit spint en bast. Dus dit is uit de herfst 39, winter 40. Dus we weten voor 100% zeker dat in winter 40... dit ding stond. Dan heb je ook nog de historische bronnen. Ik heb er hier maar een paar neergezet. Het probleem daarmee is natuurlijk dat die mannen schrijven in een latere periode dan dat dit gebeurde. Dus het is niet hedendaagse geschiedschrijving. Het is ook geen journalistiek. Het heeft een hele andere methodiek en een hele andere reden waarom die mensen dit allemaal opschreven. Daar ga ik niet te lang op in, daar heeft Jona misschien op ingegaan. Maar interessant is dat voor ons Tacitus is een bekende schrijver, waar wij veel vandaan halen, ook als het gaat over bijvoorbeeld de Bataafse opstand en dergelijke.
Daar ontbreken de boeken tussen de jaartallen 37 en 47. Dus we zijn eigenlijk afhankelijk van de archeologie om ons een beeld te vormen van ja, maar wat gebeurt er dan in die periode, hè, tussen 28 en 47. En specifiek tussen 37 en 47. Precies de periode waar wij naar op zoek zijn van keizer Caligula. En dit wil ik u niet onthouden, dit blokje. Het is een valkuil waar we inlopen. Nou, als je daar, ik vind dat niet erg. Jona vindt dat erger. Maar het is niet erg omdat je het jezelf realiseert dat je dat doet. En op het moment dat je jezelf dan constant weer onderuit schoffelt en nadenkt over de valkuil waar je in aan het lopen bent, dan is het niet zo erg. En dat hinein interpreteren om dingen aan elkaar te knopen is link, want je gaat archeologie knopen aan historische gebeurtenissen en vice versa. En dat mag eigenlijk natuurlijk niet van een oud-historicus. Maar het is aan de andere kant ook de enige mogelijkheid om te komen tot een scenario. Dat wil ik u schetsen. Wat lezen we in de bronnen? Dit, kort door de bocht, Caligula gaat op een gegeven moment naar Germanië. Hij krijgt de drang om naar Germanië te gaan, om zijn lijfwacht aan te vullen, wordt er gezegd. Het staat bij Suetonius en Cassius Dio. Hij komt in een troepenmacht van heel veel mensen. Ook al is het maar een kwart ervan, dan is het nog steeds heel veel mensen. Hij ligt klaarblijkelijk twee nieuwe legioenen op. Dat vindt zich waarschijnlijk allemaal plaats, vindt waarschijnlijk allemaal plaats in de buurt van Mainz en Xanten, maar ook rond Jacum en Vetera. En in de winter van 39-40 gaat hij naar Lyon. Hij wil niet aan de Rijn verblijven. Dan in 40 krijg je dat verhaal wat ik net vertelde. Dus dan in één keer heeft hij de zin om naar Brittannië te gaan, zo schrijven ze op. Vizier plots op Brittannië en dan stelt hij zijn leger op in slagorde, enzovoort, enzovoort, enzovoort. De vraag is natuurlijk, waar is die Oceanus? Er staat niet iets met Noordzee, er staat ook niet iets met het kanaal. Maar dat is de vraag. En vandaar de gedachte al een tijdje lang bij Nederlandse archeologen, omdat wij al die data van Caligula vinden, die munten en die duigen, dat dat misschien wel, dat is gekkigheid natuurlijk, maar dat dat bij ons aan de Noordzee heeft plaatsgevonden. Het zou maar zo kunnen, hè? Als je die archeologische bronnen vervolgens op een rij zet, dan krijg je dit. Je ziet niet alleen munten, geklopt en ongeklopt. Je hebt ook terra sigillata uit die periode die er precies in past. Je hebt die duigen. En je hebt dus een aantal dendro's. Waarvan in groen dat legioenskamp, 39-40. Maar we hebben ze ook in Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld. Op andere plekken is te weinig hout gevonden om een goede dendro te maken. En dan krijg je dit rijtje. Een soort van route. Rond 40, 41, 42. Met aan het eind, op de basis, het eindpunt van de delta, vind je dan ons legioenskamp. De vraag is natuurlijk voor wie, voor wat en waarom dan? Nou, wij denken dat dit te maken heeft met de voorbereiding op Engeland. Die gaan 43 gaan ze, 4 legioenen. Er is heel weinig over geschreven, ongeveer 1200 woorden, de Cassius Dio. Dus de rest moeten we ook met archeologie aan elkaar zien te knutselen. Vespasianus gaat onder andere, de latere keizer, is een van de commandanten van het tweede legioen. Er wordt geschreven over vertraging en muiterij. Daar kan ik ook een half college over geven, dat gaan we niet doen. Maar interessant is de zin dat het leger wordt overgezet in 3 shifts, of in 3 divisies, of in 3, misschien zijn het wel 3 keer. Kom ik straks nog wel op. Er is een rol voor de Bataven. Ergens gaan die op een gegeven moment een rivier oversteken, te paard in een volledige ornaat, en winnen daardoor een slag voor de Romeinen. Dus onze jongens doen ook mee. Claudius komt op een gegeven moment, claimt dan de overwinning. De troepen moeten wachten, want Claudius moet eerst nog naar de overkant komen. Hij neemt blijkbaar olifanten mee. Of die ook echt naar de overkant gaan, dat weten we natuurlijk niet. Maar hij is maar een dikke 14 dagen in Engeland en dan is hij eigenlijk alweer terug. En aan het eind wordt een aantal triomfbogen opgericht. Onder andere in Richborough, waarvan we denken dat ze daar misschien landen. De vraag is natuurlijk, mag je dit allemaal aan elkaar verknopen? 39-40 ons legioenskamp en 43 die invasie van de Romeinen van Brittannië. Ik denk het wel en ik denk dat er eigenlijk maar een paar woorden die heel duidelijk zijn die met dit alles te maken hebben, die context geven aan dit hele gebeuren en dat is dit: voorbereiding op oorlog. En dat kun je op deze manier duiden of wat speelt er allemaal mee? Nou, onder andere
Caligula is de zoon van Germanicus. Germanicus is een groot strijder, een goede generaal, zeer gewaardeerd. En Caligula is natuurlijk zijn zoon. Ja, daar hoef ik denk ik niet verder meer even uit te leggen. Hij wil dat natuurlijk ook. Germanië en Brittannië zijn twee provincies, twee plekken waar Augustus en Caesar, in de familie van Caligula dus ook, al eerder hebben geprobeerd om te veroveren. Caesar is natuurlijk in Engeland geweest. Augustus heeft zijn legioenen verloren bij de Varusslag. En misschien heeft Caligula wel een soort van eed of gelofte, een soort familie-eer ook. Misschien speelt dat wel mee in zijn achterhoofd om nog groter te worden dan zijn voorvaders waarop hij zich beroept. Hij licht twee nieuwe legioenen, zei ik net. Dat staat er niet letterlijk, maar neem dat maar even van mij aan. Maar het duidt volgens mij op een plan voor verplaatsen van troepen. Hij is dus bezig om iets te organiseren in zijn hoofd. En die twee legioenen die hij dan opricht, dat maakt daar denk ik deel van uit. U moet ook weten, als u in de Engelse, in de Britannia politiek gaat duiken tussen Caesar en Caligula, dat het een enorme puinhoop daar aan het worden is. Als ik hem heel kort maak, na Caesar zitten er nog steeds Romeinen in Engeland. Alleen, dat zijn er waarschijnlijk niet heel veel. En wat ze hebben gedaan is, de koningen die daar zitten, hebben ze vazalvorsten van gemaakt. Dus die zijn eigenlijk, het is een soort van, zou je kunnen zeggen, wingewest van de Romeinen. En zolang die koningen in Engeland het allemaal prima doen, komen al die grondstoffen ook gewoon. Er is gewoon handel. Gaat gewoon van alles heen en weer. Maar tegen de tijd dat Caligula aan de macht komt, ietsje daarvoor, aan het eind van de regeringsperiode van Tiberius, dan gebeurt er van alles met die koninkrijkjes. Dan krijgen ze onderling ruzie, er gaan belangrijke mannen dood, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat geeft aanleiding voor die Romeinen om iets te doen. En je ziet in die bronnen dat ene Adminius, een zoon van zo'n koning, die gaat zich dan ook overgeven. Dat wordt dan als een soort schetsvertoning neergezet in de bronnen, maar daar zit heel veel achter. Dus ook dat speelt een rol. Wat is er op dat moment aan de hand in Engeland? Voorbereidingen kosten tijd. Ik denk dat Poetin, ga ik iets gewaagd zeggen, dat hij de Krim, toen hij die pakte, wanneer was het? 2018, 2017, dat hij toen al plannen had voor de rest. En dat is eigenlijk in de Romeinse tijd niet anders. Hè, plannen maken, daar ben je mee bezig, dat duurt, je moet mobiliseren, je moet troepen opleiden. Dat kost allemaal tijd. En dat kost minimaal 2 jaar tijd om dat goed op de rails te zetten. Dan hebben we het niet eens over voorraden, over schepen bouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het schelpenverhaal is volgens mij, als je hem heel kort maakt, een verhaal van een ongeduldige keizer. Die graag al naar de overkant wil, maar de troepen zijn nog niet klaar. Want de voorbereidingen zijn nog niet afgerond. In januari gaat hij dood. Dan wordt hij vermoord. Dat geeft misschien enige vertraging. Maar uiteindelijk wordt het masterplan wat Claudius uitvoert, wordt uitgevoerd. En ik denk dat Claudius profiteert van zijn voorganger, van Caligula. Het strategisch besluit is denk ik dus al in 40 genomen. En dat spreekt de bouw van onze forten niet tegen. En dan krijg je dus dit. Een supply line, in mooi Nederlands, over de snelweg Rijn. Want u moet zich ook voorstellen dat er op dat moment nog geen wegen zijn in ons gebied. Wel zuidelijker, in de buurt van Tongeren en zo, en Keulen, maar niet bij ons. Dus de enige weg die er is, is over de Rijn. Heb ik het niet over de strandwallen, maar even van oost naar west. En die Rijnmond is denk ik als logistieke hub veel belangrijker dan wij denken. Nou, dit is wat er, hier ga ik wat sneller doorheen, dit is wat er gebeurt natuurlijk in Engeland. Iedereen denkt altijd dat ze vanuit Boulogne naar Richborough gaan, omdat Caesar dat deed, of naar Fishbourne Palace, dat is een hele discussie nog steeds in de Engelse wereld. En dat strand ziet er daar zo uit, dat heb ik afgelopen zomer genomen. Dan kun je makkelijk met je bootje kun je het strand optrekken. Dus dat is het probleem niet. Maar zou het niet zo zijn dat Valkenburg daar misschien ook nog een rol in speelt? Want misschien is het wel zo, als je naar deze kaart kijkt, wat eigenlijk een weergave is van allemaal oude routes die zijn opgeschreven, die zijn genoteerd destijds door bijvoorbeeld Strabo en andere antieke bronnen, die in de prehistorie en in de Romeinse tijd gewoon golden. Dus het is niet zo dat de Noordzee een soort barrière is of zo. Daar varen natuurlijk gewoon boten heen en weer. En vanuit de Seine en vanuit de Rijnmonding en ook vanuit Boulogne kan je misschien voorstellen dat ze vanuit 3 verschillende plekken oversteken. En misschien zijn dat wel de 3 shifts van Cassius Dio, waar hij het over heeft.
zeg niet dat ik gelijk heb, maar het is wel een interessante hypothese. Als je dat vervolgens zo op een rijtje zet, dan zie je de 4 legioenen die naar Engeland gaan. Daar liggen er 3 langs de Rijn. Ik kan me voorstellen dat die allemaal lopend richting Boulogne gaan. Het 9e komt helemaal uit Kroatië zelfs. Maar die laatste, die kan natuurlijk ook, het 20e legioen in het blauw, die kan natuurlijk ook over de weg, want de weg van Keulen naar Boulogne, die ligt er al in de tijd van augustus. Maar misschien doet hij ook wel dit. Dus zakt hij af naar dat legioenskamp van ons en gaat hij vanuit daar de zee op om aan te sluiten bij de grote groep. Dit heb ik eerder beweerd, maar ik ben er weer een beetje van afgestapt, want ik denk dat legioenen vooral lopen. En misschien zijn het meer auxilia, dus de zogenaamde hulptroepen, die bij ons in het kamp zitten en die daar voorraden opslaan en dan van daaruit de Rijn als snelweg gebruiken. De einddatering van ons kamp, we hebben 1 fase, we hebben dus niet allerlei herbouwdingen, dus dat is duidelijk. We hebben zelfs bewuste ontmanteling. Alle palen aan de binnenkant van het fort, die zijn eruit gehaald, bijna allemaal. Dus daar vind je alleen nog maar kuilen terug. En je vindt onderin, daar waar de paal lag op funderingshout, vind je nog wel dat funderingshout, dat plaatje links onderin. Maar verder zijn ze intentioneel er dus uitgehaald. En alle palen die in de wal stonden, daar lag natuurlijk die zode wal bovenop, die waren eigenlijk begraven in die wal, zou je kunnen zeggen. Die hebben ze denk ik gewoon afgezaagd. En delen van de wal hebben ze ook in de gracht geduwd. Dus de Romeinen hebben zelf het fort ontmanteld. En ook dat is niet nieuw, dat vinden we wel vaker terug in Romeinse kampen. Wanneer? Dat weet ik niet. Maar dat kan zijn als ze in 43 allemaal weggaan. Of later, daar kom ik straks nog wel op. Het fort zou misschien wel voor meerdere campagnes gebruikt kunnen zijn. Je hoort mij dus niet zeggen dat het 3 jaar lang helemaal vol zit. Maar je kan je wel voorstellen dat als het er eenmaal staat, dat ze die unit niet gelijk afbouwen. Slopen. Maar dat ze hem nog wel voor wat langere periode gebruiken. Het is in ieder geval eenfasig. We hebben niet die brandlaag van de Bataafse opstand. Dus voor die tijd is het al weg. En we hebben ook verschillende grafvelden binnen het kamp, waaronder het grote marktveld grafveld, wat begint ongeveer in 50, 55, 60. Deze boeken moeten we niet weggooien, maar die kunnen we wel herschrijven, want dit verhaal moet er natuurlijk in. Dat geldt ook voor zo'n kwartetspel hè, wat daar zit, misschien kunt u dat. En als het allemaal een beetje te snel ging, we hebben het op verschillende plekken gepubliceerd. We zijn natuurlijk nog bezig om het nu definitief in een rapportage te krijgen. Maar u kunt in dit soort bladen kunt u het terugvinden. Ook in de Duitse en de Engelse pers internationaal neergezet. Afgelopen augustus was het grote Limes-congres met alle Romeinse archeologen waarin we het ook hebben gepubliceerd. En dit is van internationaal belang. Dus echt super gaaf vinden ook de Romeinse archeologen aan de overkant van het kanaal dit. En dan zou ik nog terugkomen op dit plaatje. Namelijk, ik denk dat onze castra, zo zou je hem kunnen noemen, een groot puzzelstuk is in het hele verhaal. Dat het iets aanvult. En het levert misschien een wat meer verklaarbaar vignet op. Daar is natuurlijk een hele discussie over. Van waarom is dit zo groot en is Nijmegen bijvoorbeeld heel klein? Dat zijn maar 2 torentjes. En ook Katwijk is zijn maar ook maar 2 torentjes. Hey, u ziet dat daar staan, bij Lugdunum. Maar Praetorium Agrippina is heel groot. Nou, misschien komt dat omdat het legioenskamp daar toch een soort van gebeurtenis was. En misschien in de naam voort is blijven leven als Praetorium, hoofdkwartier van de Rijn. En Agrippina, dat slaat natuurlijk terug op 1 of 2 van de bekende Agrippina's. De ene is de moeder van Caligula en de andere is de zus van Caligula, die later ook nog trouwde met Claudius. Wij denken meestal dat het, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit, maar ik denk dat het de moeder van Caligula zou kunnen zijn. Na de pauze dit, is er een relatie tussen Valkenburg en Velsen. Hier zou ik op ingaan, namelijk is er een relatie tussen Valkenburg en Velsen, want daarvoor komt hij misschien eigenlijk wel hier. En zo ja, hoe moet je dat dan beoordelen en wat moeten we daarmee?
En dan ga ik toch weer een heel klein stukje dat tijdvak in van 4047. Omdat dat noodzakelijk is aan de hand van deze elementen, namelijk historische bronnen, archeologische sporen en vondsten en een voorlopige interpretatie van mijn kant, hè, over de rol van die beide, ik noem het maar even fortresses, hè, op zijn Engels en dat het legioenskampen. Ik ben natuurlijk niet 100% in alle data van Velzen gedoken. Dat is wel gepubliceerd tegenwoordig nu door Arjen Bosman. Maar dat is zo groot dat ik ben er wel diagonaal doorheen gevlogen. Maar dat is ook zijn kunde, dus dat kan ik niet. Maar goed, ik weet er wel iets een beetje van en ik heb er wel een mening over, laat ik het zo zeggen. En als, ik weet zeker dat Arjen dat misschien anders, of weet ik trouwens niet zeker. Ik was in januari bij hem en hebben ook dingen besproken, dus wij spreken elkaar gewoon. En op het Limes-congres ook. Dus het is niet zo dat ik iets roep en dat hij iets totaal, en dat wij elkaar niet kunnen luchten en zien. Integendeel hoor. Dus, maar het is wel goed om een ander beeld te schetsen over wat hij vindt en wat misschien vanuit Valkenburg aanpalend is. Dus wat additioneel is en wat zou kunnen helpen, wat elkaar zou kunnen helpen. Dit heb ik net allemaal verteld. Hè. Caligula, Claudius, Britannia. Ik denk dat de bronnen, die zijn best wel, als je dat naleest, die zijn best wel een beetje... Ja, ze zetten Caligula een beetje in een kwaad daglicht, alsof hij echt een madman is en alsof hij gek is en weet ik wat allemaal. En dat is denk ik, als je daar doorheen leest, als je door je oogharen of door je vingertop en dan zo kijkt naar die bronnen en je pakt de juiste frasen eruit, dan is er echt wel wat anders aan de hand. Er zijn mooie boeken over geschreven van Alois Winterling onder andere, over hoe je Caligula zou moeten interpreteren. Maar ook Anthony Barrett, Engelsman, heeft daar ook over geschreven. Nou, kort door de bocht gezegd is het... Het plan is serieuzer. Ik denk echt dat er een masterplan ligt wat de Romeinen in 39-40 maken. En als Caligula langer had geleefd, kunnen we nooit bewijzen natuurlijk, maar dan weet ik zeker dat Caligula naar de overkant was gegaan en niet Claudius. Dus dat plan lag er volgens mij. Dus die logistieke hub, die organisatie van die transportroute enzovoort enzovoort, nou, daar hebben we het over gehad. Er zijn nog twee momenten in de geschiedenis die interessant zijn. Namelijk Gabinius in 41... dat is een van de generaals die door Caligula in 39 wordt aangesteld op het moment dat hij bij de Rijn komt om Germanië aan te pakken. Dan ontslaat hij de dan dienstdoende generaals, of hij vermoordt ze. En hij stelt Gabinius aan en Galba. En Gabinius, die komen we nu tegen. En Galba is ook een latere keizer. Moet u maar eens in het keizerlijstje gaan kijken. Dus dat zijn twee mannen die daar hun sporen verdienen. Gabinius is interessant omdat hij de laatste adelaar van de verloren varenslag terughaalt in 41. En ik ga dan nog naar Corbulo, ook misschien wel een bekende naam, die in 47 iets doet met de Friezen en de Gauken. Dus eerst naar Gabinius. Dit staat er over geschreven bij Cassius Dio en Suetonius. Hij gaat naar de Gauken, want die hebben blijkbaar die adelaar. En hij verovert die adelaar terug. En krijgt dan aan de onderkant bij Suetonius, krijgt dan de overwinningstitel Gaucicus. Die mag hij voeren. En dat is best bijzonder, want dat soort overwinningstitels worden vaak bij alleen maar aan de keizers toegekend. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Maar interessant is dat wat ik in oranje neer heb gezet. Omdat Gabinius, de generaal van Claudius, iets doet wat van belang is voor de Romeinse wereld, voor het Romeinse imperium. Want dat is de eer van Rome die hij terughaalt. Straalt dat natuurlijk af op de nieuwe keizer. En over Claudius wordt gezegd, wat er ook van waar is, dat het misschien een wat zwakkere keizer was. En dan zijn dit soort overwinningen zijn natuurlijk heel welkom. Dus dit is een ding waar we echt wel wat aandacht aan moeten besteden. Nou weten we niet waar dat plaats heeft gevonden. Ik heb hier een kaartje met allerlei routes van hoe de Romeinen campagne voerde, want we hebben het steeds maar over campagne natuurlijk. Hè. Ze willen hogerop, ze gaan naar de Elbe, ze varen op de Waddenzee, ze gaan diep het Germaanse woud in, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wij weten niet precies waar ze vandaan dat hebben gedaan, maar Velzen kan daar zeker wel een rol in spelen. En ook Bunnik-Vechten kan daar een rol in spelen. Maar ook de forten langs de Liepen in de tijd van nog voor de varenslag natuurlijk, hè. Dus daar hebben we de elementen wel. Maar die precieze route, hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze zijn gevaren en van waaruit ze dat hebben gedaan, ja, dat kan ik u niet vertellen.
Maar het zou mij niet verbazen als Gabinius ergens, ik denk dat Arjen dat ook wel gaat beweren, een rol heeft in Velzen 2. Dus, kan dat allemaal, dat Gabinius dat doet vanuit Velzen? Ja, dat zou kunnen. Heeft dat iets met Brittannië 43 te maken? Dat denk ik niet. Want ik denk dat dit een apart ding is. Dit is, je kan je natuurlijk voorstellen dat de Romeinen een militaire agenda hebben, waarbij de verovering van die laatste adelaar heel interessant is voor het moraal van de gemiddelde militair die in 43 naar de overkant gaat. Want de eer is gered. Kijk, dat kunnen wij nog, hè. De eer is gered. We hebben die laatste adelaar. Met die Germanen heb je nooit meer te maken. Nu gaan we naar de Britten. Ja, maar dat heeft in die zin indirect misschien iets met elkaar te maken. Maar het is niet zo dat, dat het per se met 43 een link heeft. Dat geloof ik eigenlijk niet. En daar ziet u een plaatje van hoe Arjen denkt dat nu het in elkaar zit, hè, bij Velzen 1 en Velzen 2. Maar dat is over 2 weken. Het tweede moment is Corbelo in 47, die iets met die Friese en die Gauke doet. Nou, daar ga ik ook weer even de bronnen in. Daar staat vermeld in het jaar 47, bij Tacitus, dat Claudius de opdracht geeft aan Corbelo om zich terug te trekken op onze oevers, of in onze presidia, of nou ja, aan onze kant van de Rijn. Oftewel, hij was ergens anders en hij komt terug aan de binnenkant van de Rijn. En bedenk bij dit alles dat tot aan dit moment de invloedssfeer van de Romeinen niet bepaald wordt door de Rijn. Hè. Ze zitten gewoon aan beide kanten. Dat is nog geen grens. Dus ook Velzen 1 en dergelijke en alles richting Friesland en Groningen, heb je ook Bentum-Merziel, is ook zo'n plaats. Dat is gewoon de invloedssfeer van de Romeinen waar zij huishouden, waar zij controle uitoefenen. Dus die grens is nog geen grens. Maar hier gebeurt iets en hij beklaagt zich dat commandanten van vroeger het makkelijker hadden, enzovoort, enzovoort. Wat doet hij daar? Nou, hij doet een aantal dingen. Kort samengevat, hij bestrijdt Ganascus, een kananefaat van geboorte die de Gauken leidt en die zijn aan het piraterijen. Gaat hij tegenin in 45, 46. Hij is ook bezig, staat ergens geschreven, de Friese wetten op te leggen. En dat zou je kunnen interpreteren als dat hij, op zijn groots gezegd, probeert om van de Friese een provincie te maken. Maar in ieder geval te controleren. Dus om Romeins te maken. En u ziet daar bovenin waar die Friese en die Gauken worden gesitueerd. Hè. Dus die Gauken zitten zeg maar in Noordoost-Groningen en nog verder naar boven. En de Friese zitten natuurlijk hier in dit gebied waar wij nu zijn. De Friese, de minores en de majores hebben de grote en de kleine Friese. Daar heeft u misschien wel eens van gehoord. Het hoort allemaal bij het Friese gebied. De vraag is natuurlijk van waaruit doet hij dat? Dat opleggen van die Friese, van die wetten. En van waaruit trekt hij zich terug in 47? Dat kan best Velzen zijn, maar dat kun ik natuurlijk niet bewijzen. En omdat we ook geen andere grote forten hebben aan de noordkant van de Rijn, is Velzen op dit moment gewoon de enige mogelijkheid. Er staat volgens mij ook ergens geschreven, maar pin me er alstublieft niet op vast, dat hij een versterking in het gebied van de Friese aanlegt. Nou, dat valt natuurlijk ook precies in, laten we zeggen, onze regio, hè, in onze Velzense regio. Dan komt hij aan de binnenkant van het Rijk, zeg maar, aan de binnenkant van de Rijn. En dan staat er dit, dat hij een kanaal laat graven. Dat heeft u misschien wel eens gehoord. Waarmee je de risico's van de oceaan kunt omzeilen. En dat is klassiek, wordt dat tussen Matilo, dat is Leiden-Roomburg, en verder naar beneden naar de Maas, naar Naaldwijk. Daar wordt het kanaal van Corbelo gesitueerd. U ziet dat bij die rode pijltjes. Maar de vraag is, waar huizen dan de legionairs? Want daar laat de legionairs laat hij dat kanaal graven. En hoe zit dat dan met Matilo? Want als u weet dat Matilo, het fort, pas in 70 een fort is, en voor die tijd hebben we niks daar. Het zegt niet dat er niks zit. Er kan een kleine militaire versterking zitten, maar daar hebben we nog geen archeologische aanwijzing voor. Dan zou het mij niet verbazen dat het misschien toch wat anders zit. En dan ga ik weer even terug naar het legioenskamp. Want wij hebben op de plek
waar die rode pijlen staan, hebben wij, waar de noordgracht van het fort zou moeten zitten, daar hebben wij niet een gracht, maar daar hebben we een grote geul, die dateert uit de periode 70 tot 300. Maar de zijkanten van die geul, die zijn, de geul is ingesneden in iets wat wij aan de zijkanten hebben herkend als schopsteken. En dat ziet er archeologisch gezien zo uit, gewoon een soort trap. En dat is een gegraven iets. Een spitsgracht is natuurlijk dit. Een geul is de natuur, maar dit is de mens die met de schop iets doet. En dat lijkt, ik wil niet zeggen als twee druppels water, maar wel aardig op dat wat wij kennen van de insteek van het Corbelo-kanaal. En op die plek waar die rode pijlen dus staan, daar hebben wij een 10 meter brede vaart. En het is niet gek om dat te verbinden aan dat krekensysteem in het achterland van Valkenburg, waar al die geulen en kreken en dergelijke liggen. Want ik weet niet hoe het verder het vliegveld opgaat, waar die vraagtekens staan. Daar hebben we niet gegraven, hebben we ook nog niet geboord, dus we kunnen dat nog niet aan elkaar knopen. Maar er is onlangs door een archeologisch bedrijf een enorme stroomgordel aangetroffen, die u daar ziet, met bovenin in dat witte, zwart-witte blokje het legioenskamp en met die rode pijlen, dat is de rand van die stroomgordel. Weliswaar door boringen aangetoond, maar toch, het ding ligt er. En als je daar verder op inzoomt, dan ziet dat er zo uit. Dan zie je in die stroomgordel zie je twee geulen lopen. Dat is eigenlijk al best wel een beetje apart. Daar ga ik verder niet op in. Maar wat ik wel zie, is dat de bovenste geul, die een beetje dit doet, die, dat is een rivier in zijn eindfase. Maar die onderste, die is hartstikke strak. Dat is echt een recht ding. En het zal mij niks verbazen, hypothese, dat die aanhaakt op met een hoek het ding van het vliegveld en dat je daar eigenlijk de eerste fase van het kanaal van Corbelo te pakken hebt. Dan ben je je legionairs kwijt, want die zitten dan binnen de contour van het vliegveld Valkenburg, of op het legioenskamp op vliegveld Valkenburg. En dan krijg je dus deze route, dat die dus ergens in het gebied, het stukje naar Leiden bestaat niet, maar die ergens in het achterland al die geulen aan elkaar geknoopt aanhaakt op het tracé van het kanaal van Corbelo. Het kanaal van Corbelo is gedateerd dendrochronologisch 50-51. Dat zit hem vooral in dat middenstuk. Dat noordstuk is nooit zo goed met dendro's gedateerd. Dat zuidstuk ook niet. Daar, zijn nog hele, daar kun je ook een hele nieuwe lezing over doen. Maar het aan elkaar koppelen van dit geulensysteem, dat moet u zich niet voorstellen als één lang recht kanaal. Maar de Romeinen maken gebruik van geulen die er al zitten. Dus ze bouwen stukjes in en zorgen dat dat open blijft en dat dat een bevaarbare route is. Via de geulen dus naar het achterland van de Vliet. Goed. Weer even terug naar de vraag, die relatie tussen Valkenburg en Velzen. We hebben archeologische bronnen ook. En die bestaan voornamelijk uit sporen en vondsten. En als je Valkenburg en Velzen met elkaar vergelijkt, dan zijn dit de zinnen. In Valkenburg heb ik fantastische sporen. Dat heeft u gezien voor de pauze. Ik heb heel weinig vondsten. En in Velzen is het, nou zou je bijna zeggen, precies andersom. Dus in die zin vult het elkaar wel aan. Het zegt niks over de relatie natuurlijk, maar de sporen, de vondsten die we hebben, die dateren uit de goede periode. Daar laat ik u zo nog wel wat dingetjes van zien. Maar dit is, qua archeologie, is dit de beste koppeling die we kunnen maken. Additioneel dus aan die historische bronnen waar ik het net over had. Dit is een palet van veel van de vondsten die we hebben uit Valkenburg. We hebben nog wel wat ruwandige potjes en nog wel een paar losse scherfjes, wat kruikjes en dergelijke en zo. Maar ik zou bijna zeggen, dit is het ongeveer. Dus als het twee dozen vol is, dan is het veel. Wat we vooral hebben is veel hout. Een schedel van een paard bijvoorbeeld, nou, zo nog wat losse dingetjes. Niet alles dateert, wat je hierop ziet, uit de periode waar we het steeds nu over hebben. Er zit ook tweede eeuws materiaal tussen. U ziet daar misschien helemaal links dat stukje baksteen. Daar staat ex ger inf op, van de Exercitius Germania Inferioris. Dat is een tweede eeuws baksteenstempel. Dus ook dat zit op het legioenskamp in die watervoerende geul die vanaf het marktveld komt, die in die Corbelo-gracht leggen, maar later erin komt. Dus dit is een palet van vondsten die we hebben. Bovenin links wel die tegensigillaten, die klopt. En ook dat schubbenpanzer wat je daar ziet, dat,
dat was mooi toen ik bij Arjen was in januari. En hij liet zijn plaatjes zien. Toen zei ik, hey man, die heb ik ook. Hij heeft het natuurlijk ook. Ik dacht dat het altijd derde eeuw was, die schubbenpantsers. Maar hij zei, ja, maar dit komt toch echt uit Velzen 2. Dus ook daar moeten we de werelden aan elkaar verknopen. En er is onlangs een collega van ons gepromoveerd, Martijn Wijnhoven, op dit soort materiaal. Op maliënkolders, maar ook op schubbenpantsers weet hij ook van alles van. Dus wij moeten weer met elkaar om de tafel. Maar Velzen heeft een heel dik boek. Ik weet niet precies hoe dik het is met vondsten, maar er zit ontiegelijk veel. En dat hebben wij in Valkenburg niet. Dus ik zou het liefst in die gul, dat kanaal van Corbelo, om maar zo te zeggen, daar zou ik liefst ergens een of andere groot vondstcomplex willen vinden. Een soort Schutzhügel, wat je in Vindonissa hebt, in het Zwitserse Windisch, waar ze al hun troep hebben achtergelaten. En als we dat kunnen opgraven, ja, dan hebben we te pakken wat we hebben. Maar ik denk dat er heel veel af is door de aanleg van het vliegveld in 1939 of 1940. Dus we hebben de bovenkant hebben we niet. En dat kan best zijn dat die vondsten daardoor weg zijn. Daar kom ik zo nog wel op terug. Wat we ook hebben aan archeologische bronnen, zowel in Velzen, en dan pak ik Velzen 1 er ook even bij, als Valkenburg, is dit. En dat is scheepshout, wat vermoedelijk te maken heeft met, laten we zeggen, galeien. Dus Liburnus, Biremus, dat soort type schepen. Dus anders dan die zogenaamde Zwammerdamschepen, die platbodems. Maar dit zijn echt, zoals dat plaatje, dit zijn schepen die meer met galeien te van doen hebben. Dus met de militaire marine. 100% zeker weet het nog niet. Ik ben nog in discussie met de scheepsarcheoloog, die ook in Zwammerdam de dingen doet. Maar je ziet daar in ieder geval een plank waarin van die zogenaamde veerdeuveltechniek zit. Dus er zitten stukjes hout in die planken aan elkaar verbinden. Die planken zijn dus niet aan elkaar gespijkerd, ook niet met spanten aan elkaar verbonden, maar die zijn op elkaar gezet en dan met veerdeuvels. En die zitten dan tegen een huid van spanten aan, zeg maar. Dus dat is een andere techniek. Het is ook ander hout. Het is naaldhout. Dan zegt de archeologische specialist, zegt, ja, maar dat vinden we ook op de boten van Zwammerdam. Nou, dat geloof ik ook wel, maar ik vind dit wel heel typisch. En ik heb het ook met mensen in Mainz laten zien, van het Museum van de Antieke Scheepvaart. Ja, die zijn ook wild enthousiast, denk ik ook van, wow, dat is wel, dat kan wel in die hoek van die Biremen en die Liburnus, hè, dat soort galeiachtige schepen zitten. En daar zie je een voorbeeldje van, dus ook de pinnetjes hadden we ook nog, hè, niet alleen de echte combinatie van de veerdeuvel. En misschien hebben we in Valkenburg ook wel een haven. En daar ga ik kort doorheen. Dit plaatsje kent u nu. We weten waar alles ligt. Dit is het terrein De Woerd. Dat heb ik jaren terug gepubliceerd met collega's Esther van der Linden en Boudewijn Voormolen. Daar ziet u een plaatje van hoe dat eruit heeft gezien. Dat zijn in het grijs de Romeinse weg met allemaal huisjes erlangs, hè, woonwinkelhuizen. Als je daar verder op inzoomt, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Allemaal percelen, heb ik allemaal nummers aangegeven, bla 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 bla. En daar valt op, dit is de vroegste fase. Dus dan zijn die huizen er nog niet. Maar dan heb je deze situatie, een paar gebouwen en een of andere forse kade. Daar konden we verder niet heel veel mee. We gingen vooral door naar die huizen. Maar nu met al deze nieuwe informatie over Valkenburg zijn we hier nog een keer naar gaan kijken. En dan valt dit op. Er zitten daar op de achtergrond, zie je, twee greppels. En die heb ik destijds uitgemaakt als afvoergoten, die te maken hebben met de afwatering van die huizen. En dat heb ik niet verzonnen, maar dat komt ook voor in Nijmegen, in het dorp naast het legioenskamp. Dus daar lenen wij ook leentjebuur van collega's, proberen op die manier te interpreteren. Maar nu zou het me niks verbazen als je daar niet met afvoergoten te maken hebt, maar dat je daar te maken hebt met, en ik gooi er even een kastellum in, van 100 bij 70 meter, dat je hier naar de onderkanten van spitsgrachten zit te kijken. En dat dit dus een derde legerkamp is in Valkenburg. Ik zeg niet dat ik gelijk heb, maar ik vind het een interessante hypothese om hier nog eens goed naar te kijken. Dat wordt heel pittig, want dit is een opgraving uit 1972. Ze hebben geen koep gezet, geen doorsnede gemaakt. Dus het is alleen maar vlakker naar beneden. Maar toch gaan we proberen om dit te achterhalen. En dat kastellum ligt natuurlijk dan voor een deel in het water. Dus als je daar dan een halternachtig of een Velzen 1-achtig kastellum van maakt, oftewel een havenfort,
Dan heb je misschien in Valkenburg ook wel zo'n soort fort te pakken. Dat is ook nog een verbintenis tussen Velzen en Valkenburg. Dan kom ik bij de interpretatie. Ze zijn allebei van voor 43. De een heeft te maken 39-40 met, ik denk, Brittannië. En de ander, Velzen 2, heeft misschien wel te maken, want volgens mij is de datering nu 41 geworden. Niet 39, maar is het 41 geworden. Maar misschien dat Arjen dat over 2 weken wel weer corrigeert. Dat heb ik niet goed gelezen. Maar 41 zou natuurlijk te maken kunnen hebben met Gabinius. Dus het zou heel goed kunnen dat de oorzaak is dat Velzen 2 daar ligt. Ze liggen allebei bij de monding van een rivierarm. Daar ben ik ook expres niet op ingegaan, want ik weet dat dat leeft. Is het oerei nu open of niet? Maar daar ga ik niet op in. Ik denk het wel, want waarom leggen ze anders dat ding daar neer? Maar goed. Dus dat is ook nog een overeenkomst. Het is allebei voor legionairs met een vraagteken. Het is heel pittig tegenwoordig om specifieke materialen die te maken hebben met legionairs of met hulptroepen, om die aan elkaar te verbinden. 25 jaar geleden hadden we met gemak gezegd, oh, ik vind een Malienkolder, zo'n Lorica Hamata, dan is het dus auxilia, dan is het dus hulptroepen. Maar dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Ik vind plaatpanzer, oh, dan is het dus een legionair. Maar zo zit het niet meer in elkaar. Dat is, de wetenschap is voortgeschreden. Wat we wel hebben is, als het gaat over die twee kampen, is dat we in Valkenburg de sporen hebben en in Velzen vooral de vondsten. Het zijn denk ik allebei campagneforten. Er is iets aan de hand, de Romeinen willen iets en je zet daar iets neer. Daar kun je ook een tijdelijk kamp van maken, dus je graaft alleen een gracht uit en je gooit een walletje op. Maar dat is in die periode eigenlijk niet meer gebruikelijk. Bovendien is het een gekke manier van denken van ons, want wij weten hoe de geschiedenis voortging. Maar dat wisten de mensen die in 40 dat fort bouwden natuurlijk niet. Wisten zij veel wanneer ze weggingen? Dat wisten die mensen aan de Liepen, bij die forten van Halteren en Oberaden en Anreppen en zo ook niet. Die wisten echt niet dat ze in 9 na Christus door al die Germanen in de pan werden gehakt. Dus dat moet je wel beseffen als je die geschiedenis probeert te reconstrueren, dat soort elementen speelt een rol. Dus wat we zeker weten is dat het fort in Valkenburg niet per se tijdelijk kan worden betiteld. Het heeft een permanente uitstraling. Er ligt een gigantische balkenfundering. Er zijn echt serieuze poorten en serieuze torens gebouwd. Dus, en ook de binnenbebouwing bestaat niet uit tenten. We hebben geen haringen gevonden. Maar bestaat gewoon uit gebouwen. Ik moet er nog chocola van maken. Maar het zijn echt wel gebouwen. Ze zijn allebei historisch te plaatsen. Maar nogmaals, die Hinein-interpretering is natuurlijk pittig. Je moet uitkijken wat je doet als archeoloog. Ik ben ook geen oud-historicus. Jona zou mij terecht op de vingers tikken. Maar ik pas wel op wat ik doe. Ik probeer het alleen aan elkaar te verknopen, omdat ik niet anders kan. Je moet een opdracht te geven vanuit Rome van plaats daar een bodyje. Ja, dat, nou ja, dat vind, als dat zo goed. Ik denk dat zit in het masterplan natuurlijk. Dus dat, maar goed, dat is weer een nieuwe lezing. Je kan namelijk forten van nu, laten we zeggen van de Tweede Wereldoorlog, die kun je koppelen aan locaties die weer te maken hebben met plekken waar ook in de 80-jarige oorlog een fort lag en waar ook in de Romeinse tijd een fort lag. Dus het militair denken over dingen en strategie, aanvoerroutes, wegen, zichtassen en dergelijke, dat zit in het militair jargon. En dat is de betekenis waarom Nijmegen bijvoorbeeld op dat hoge kopsplateau ligt, zodat je kan uitkijken richting de vijand. Dat is de reden waarom, nou ja, Velzen op een plek ligt, Valkenburg in de monding van de Rijn ligt, nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus die opdracht wordt misschien wel gegeven, maar niet heel direct van ga daar en daar naartoe, want ze wisten misschien al helemaal niet hoe het er daar uitzag. Hoewel ze in de tijd van Augustus natuurlijk daar eigenlijk al waren. Hè? Drusus die vaart daar ook al rond, in 9 of 9 voor Christus. Dus ze kennen het gebied wel. Ik denk ook niet dat ze op het moment dat ze het legioenskamp bouwen, dat ze voor het eerst in Valkenburg zijn. Daar geloof ik echt helemaal geen biet van. Ik weet zeker dat ze dat gebied al kenden. En ik denk dat, maar daar loop ik een beetje vooruit, dat wij over 15 jaar, dat dit weer geschiedenis is. En dat we dan op dat moment meer in de Tiberiusfase en misschien wel in de laat Augustese fase zitten, dat ons gebied dan ook al Romeinen heeft gekend. Dus in de periode van 1416 van Germanicus, of misschien iets laat Tiberius.
En het popt al een beetje op, want we hebben een muntschatje uit 22 na Christus. We hebben een zwaardschede in het castellum uit de tijd van Tiberius. Dus er zijn Tiberische vondsten. Nou ja, om het kort te maken, ze kennen de regio wel, maar heel specifiek van bouw daar dat. Dat gaat denk ik op commandantniveau. Dat gaat niet op keizerniveau. Terug naar Velzen en Valkenburg. Ik denk dat ze wel alle twee een verschillende rol hebben. En ze zijn denk ik wel gelijktijdig. Dat kan ook haast niet anders als we de data nu op een rij zetten. Maar het zou ook kunnen dat ze elkaar opvolgen. Dus dat Valkenburg, de legionairs in Valkenburg misschien verkassen naar Velzen 1. Of sorry, Velzen 2. En op het moment dat het daar is afgelopen, dat ze weer teruggaan naar Valkenburg. Maar dat kan ik niet bewijzen, maar dat is wel interessant om mee te nemen in je gedachten. En misschien is het beste om het in een plaatje uit te leggen. Dit plaatje, dat snapt u nu, denk ik. Want dat hoef ik eigenlijk helemaal niet uit te leggen. Dat is die supply line, hè. Dat is die beveiligde bevoorradingsweg. Met al die verschillende forten, met in het getalletje aangegeven de datum dat we denken, of het jaartal dat we denken dat ze zijn gesticht. En vechten 10, dat bestaat al. Dat is misschien nog wel wat eerder dan 10. Arnhem bestaat vermoedelijk al. In Nijmegen ligt dan geen legioen meer, hè? Maar daar ligt wel een klein kastellum op het Trajanusplein volgens mij. Maar goed, in West-Nederland heb je allemaal forten die zo rond 40-41 allemaal worden ingericht. Die supply line is interessant voor de Romeinen. Die heeft natuurlijk, denken wij, alles met Brittannië te maken. Maar je hebt ook nog deze twee volkjes. En daar hebben ze ook nog mee te kampen. En als je in de bronnen leest dat ze daar echt nog wel problemen mee hebben, met allerlei aanvallen van Gauken en Friesen enzovoorts, dan kan ik me voorstellen dat dat een belangrijke aanleiding is om Velzen daar neer te leggen in het, laat maar zeggen, meest irritante bolwerk. Daar moet je tussen gaan zitten. Dus je moet gaan proberen om die Friezen onder de duim te krijgen. En dat hoort eigenlijk bij Romeinse politiek. Als Germanië veilig is, dan kun je de route Rijn gebruiken als snelweg naar Brittannië. En dat is heel gebruikelijk dat ze een zone waar iets zit wat lastig is, om het maar zo uit te drukken. Ik hoop niet dat de Friezen in de zaal zijn. Dat ze vrij waren van bewoning. En dat ze er dus voor zorgen dat die Friezen niet in de buurt kunnen komen van die Rijn. En in die zin heeft Germanië en Brittannië alles met elkaar te maken. Als je dan de bronnen weer terug gaat herinneren van Caligula die zin had om zijn Germaanse lijfwacht aan te rusten. Dus hij ging naar Germanië en hij ging daar dit en dit en dat doen. En in één keer verplaatst zijn vizier zich naar Brittannië in 40. Nee, dit is het verhaal. Ik denk dat het masterplan Brittannië, dat moet je in dit licht zien. En daar speelt natuurlijk die hele zone aan de noordkant speelt een rol. Dat wil je zeker stellen. Dus de Rijnmond is denk ik veel belangrijker in alle opzichten dan dat wij ooit dachten. Van Giffen roept al in 48 jaar dat Valkenburg, het kastellum van Valkenburg, is opgericht ten behoeve van de verovering van Brittannië. Dat lees ik nu terug en denk van, ja maar, wat bedoelde je dan precies? Want dat is nooit uitgewerkt en dat kon hij ook niet, want hij heeft het puzzelstuk van het legioenskamp er niet bij. En hij heeft ook de relatie niet gelegd met de Friezen en Velzen enzovoort. Dus dat is een echte verandering, een echte vernieuwing, waardoor wij de geschiedenis van vroeger Romeins Nederland moeten herschrijven. Velzen eindigt in 47 met het vertrek van Corbulo. Nou wil je natuurlijk weten, wanneer eindigt dan Valkenburg het legioenskamp? Ik denk als deze drie dingen gereed zijn, dat is een beetje kleine lettertjes misschien, sorry. Als het Corbulo-kanaal af is, want dan zijn die legionairs aan de binnenkant van Valkenburg niet meer nodig. Als dat no man's land, dat grijze stuk, wat ik net liet zien bij de Friezen, als dat veilig is, als daar geen Friezen meer zitten die de Rijn bestoken. En dat is interessant als je in de bronnen gaat kijken, u kent dat verhaal misschien, dat staat bij Tacitus, over Malorex en Veritus, twee Friese nobelen die naar Nero gaan en daar zeggen van, die Romeinen die hebben mijn land bezet, maar ze zijn er nooit en ik wil eigenlijk mijn land terug, want ik heb dat gewoon nodig om dit en dat te doen. Nou, dan worden ze naar de arena gestuurd of naar het theater, nou, enzovoort, enzovoort. Suetonius schrijft iets soortgelijks, alleen die plaatst het wat eerder in de tijd van
Claudius. Maar dat is in ieder geval een teken dat dus in die tijd van Claudius / tijd van Nero, dat no man's land, dat in bedrijf is. De Romeinen hebben ook de noordkant van de Rijn onder controle en hebben dus geen last van de Friezen. En dat is een reden, als dat beveiligd is, voor Valkenburg om het dan maar op te heffen, want dat is niet meer nodig dus. En het derde ding is denk ik als de forten aan de Rijn gereed zijn. Dus er zitten nog wat stukken tussen. Hè. Utrecht is misschien wat later, Zwammerdam is wat later, Bodegraven is wat later, Leiden is, nou dat zit er nog eens heel stuk later, maar als ze die lijn ook hebben ingevuld, dan is denk ik de tijd rijp dat Valkenburg verdwijnt. En ik denk dan dat er een nieuw logistiek punt ontstaat aan de Maas. In de Maasdelta, om beter te zeggen. In het paars zie je op dat plaatje de route van het kanaal van Corbelo. Dus daar gaan ze een stukje binnengaats. En dan gaan ze naar die ster. En ik denk dat Naaldwijk een heel belangrijke site is die wij in de komende jaren goed moeten uitwerken. Hebben we nooit goed begrepen. Er zit van alles. Complete bronzen handen van meters hoge keizersbeelden enzovoort enzovoort. Misschien iets van een haven. Daar moeten we echt wat mee. Maar ik denk dat dit een nieuwe punt wordt waar dan die Zwammerdamschepen over de rivier, over het kanaal van Corbelo, in de volgende monding, hoef je niet zo heel ver de Noordzee op, naar buiten gaan om richting bijvoorbeeld Engeland te gaan. En die klasses, de Germaanse marine speelt daar een grote rol in, denk ik. Dat kanaal van Corbelo, dat zit dus denk ik in de eerste fase, nou, je ziet de jaartallen staan, gaat dat denk ik vanuit Valkenburg. In de tweede fase gaat het gewoon netjes vanuit Leiden naar Naaldwijk. Dan is het legioenskamp dus niet meer nodig en verdwenen. En in de derde fase loopt hij misschien nog wel verder door. Want we hebben aanleiding, op basis van allerlei opgravingen, waar collega Jasper de Bruin en ook collega Ab Waasdorp en Jeroen van Zolingen mee bezig zijn, dat daar een route nog verder naar beneden gaat, richting Goede Reede, naar Colijnsplaat. En daarvan weten we natuurlijk, aan de hand van de Neolennia-altaren, dat ze daar echt de zee op gingen. Dus dan heb je de Schelde in je rug en is de afstand net iets beter overwonnen. Dus de aanleiding voor het graven van het kanaal van Corbelo ligt hem, denk ik, daarin, de ervaring uit het verleden van 43. Want ik denk toch dat ze in 43 hierdoor naar buiten zijn gegaan. Dat is geen pretje. Ik ben zelf ook wel eens met zo'n groot schip bij IJmuiden het Noordzeekanaal erop gegaan. Nou, dan sta je toch een beetje zo. En die Romeinen, het is een taboe dat ze niet konden varen. Hè. Ze konden natuurlijk gewoon varen. Dus dat is helemaal niks meer aan de hand. Want dat lees je nog wel eens terug van de Romeinen waren bang voor waar en blablabla. Nou, dat moet je allemaal vergeten. Maar ik denk wel dat ze hier moeite hebben gehad. Dat het lastig is met stromingen en dergelijke. En dat je dus, als je iets binnengaats gaat graven, dat is de opdracht die Corbelo krijgt, dat het makkelijker wordt. En je ziet ook dat in de latere periode, bij Forum Hadriani, en dat is bij die, dat was ongeveer hier, hè, bij Voorburg, dat open blijft. Dat blijft tot dik in die haven die daar ligt, dat is een zeehaven, die blijft tot, ik geloof dat de Dendro is uit 212, dan blijft dat open. Dus die staat in verbinding. En daar zit materiaal wat je ook kunt relateren aan Engeland. Dus de route naar Engeland, die stopt niet in 43, hè? Dat is het begin. En daarna gaat supply gaat gewoon door. Het Rijnland is belangrijk voor op allerlei gebied, ook voor de Engelsen. Voor de Britten, moet ik zeggen. Een hoop hypothesen, een hoop scenario's, waarbij ik heb geprobeerd om in ieder geval Valkenburg aan u voor te leggen. Ik hoop dat een beetje op het netvlies staat. Ik weet niet precies hoe het zit met Velzen. Ik denk dat er een relatie is, die ik hopelijk ook heb geprobeerd duidelijk te maken. Maar wij gaan daar de komende 2 jaar mee aan de slag. Want we hebben een heel groot NWO-project toegewezen gekregen van de Nederlandse Organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek. En u ziet daar alle partijen staan. Wij gaan de andere kant van het legioenskamp uitwerken. Dat zwarte blok, dat is onze opgraving. Maar dat andere deel, dat marktveld, daar zit natuurlijk ook nog van alles. En dat is nooit uitgewerkt. Dat heeft de Rijksdienst opgegraven. En daarna is het in de kast verdwenen. En dat zijn we nu uit de kast aan het trekken. Niet alleen het grafveld, maar ook de sporen die daaronder zitten. Waar misschien nog meer barakken zitten. En andere binnenbebouwing. En misschien ook wel vondsten. Want het vliegveld ligt natuurlijk niet op die plek van het marktveld. Dus de verstoringen van de aanleg van het vliegveld, die hebben niet het marktveld geraakt. Want dat kan betekenen dat daar dus nog veel meer data zit,
Maar dat weet ik niet nu. Dat moet ik nog gaan uitwerken. Dat is nooit gedaan. Dus dat is een klus die wij de komende tijd gaan doen. Met collega's. En dan hoop ik dat we de vraag kunnen beantwoorden. Wat gebeurt er nou precies in de jaren 40? En daar speelt Velzen uiteindelijk ook natuurlijk een rol in. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat er een hoop discussie loskomt natuurlijk. Dat mag. En dank.